harte welkom bij weer een nieuwe Tiel aan tafel vanuit Heuzepoelzicht in Kapel Avezaath. We hebben weer hele leuke gasten, waaronder Roemerdaal erop die over Tiel Maritiem komt vertellen. We hebben onze vaste onderdelen Het Bloemetje en De Straatpraat. We beginnen deze aflevering van Tiel aan tafel met de mensen van de profronde in Tiel, nieuwe gezichten. Erik de Jong en William Peters, jullie zijn toegetreden tot het nieuwe bestuur. Betekent ook nieuw elan? Klopt, ja. Daar mogen we toch best een beetje zeggen, denk ik. Ja. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren? De profronde gaat er weer aankomen. Die komt er weer aan. We beginnen eigenlijk in juni met de perspresentatie en met een heel groot wielercafé. We hebben verleden jaar een wielercafé gehouden met Peter Winnen, Gerard of Johan van der Velde en nog wat bekende mensen. Dat vond plaats in de beurs, hè, in Tiel? Dat vond plaats in de beurs in Tiel. En ja, daar hadden we zo'n grote opkomst dat we nu toch maar hebben besloten om een grotere locatie te zoeken. Jullie zijn al uitgeweken naar iets groters. Juist, klopt. Ja. En daar komen ook weer van die bekende renners naartoe? Ja, we kunnen nog geen namen noemen, maar we zijn met een heel mooi pakket bezig. Oké, maar dat is de aftrap eigenlijk? Dat is de aftrap. Daar presenteren we ook het totale programma van de profronde en ook van de Ladies Week. Dus ja, een paar hele mooie wielerevenementen die op komst zijn. William, die Ladies Week, wat gaat daar gebeuren? Nou, we starten de Ladies Week op 28 augustus. Daar beginnen we met, help eens even Erik. De spinningavond, dankjewel. En allerlei activiteiten gaan er toch plaatsvinden? Ja, we gaan echt, we hebben dus die 2 dagen Ladies Tour. Die zijn eigenlijk pas die week erop. En die week daarvoor afgaand hebben we dus de Ladies Week. En die staat eigenlijk in het teken van de dames. En die Ladies Tour, dat is eigenlijk best wel bijzonder, hè, dat we dat hier naar de regio trekken. Ja, dat is echt de absolute internationale top van het vrouwenwielrennen. Die Marianne Vos en maar ook de Duitse klassiekers, Kassenbakker, ze zijn er allemaal. Internationale teams, zeg maar de topteams van Amerika, van noem alles maar. Geweldig dat dat weer is gelukt. Jullie als organisatie, de organisatie achter de profronde, dat is de stichting, help me even. Stichting Wielerpromotie Rivierenland. Precies, die heeft er dus voor gezorgd dat, dat die Ladies Tour weer naar Tiel komt. Ja, klopt. Ja. Ja, wij niet alleen, maar natuurlijk ook een belangrijke sponsor die daaraan meewerkt. EB Personeelsdiensten bijvoorbeeld en ook de gemeente Tiel en de provincie. Zonder die drie partijen hadden we het ook niet kunnen organiseren. Zijn er dingen die dit jaar ook anders gaan dan voorgaande jaren? Ja, bij de profronde bestaan we sowieso 35 jaar. Dus 35 jaar geleden is voor het eerst de profronde in Tiel georganiseerd. We gaan er iets ludieks mee doen. Dat is een feestje waard natuurlijk. Het is een feestje waard. En wat doen we? We laten de renners uit die periode, laten we dit jaar een wedstrijd rijden. Dus die echte oude namen? Ja, je moet denken aan tenminste mensen die we benaderd hebben. Joop Zoetemelk, een Henny Kuiper. Mensen die al getekend hebben, die al zeker komen. Bijvoorbeeld Henk Lubbeding en Gert Jacobs. Leuk. En gaan die hier een biertje drinken of gaan ze ook rennen? Nou, Gert Jacobs kende denk ik dat hij een biertje gaat drinken. Maar de rest die zal ongetwijfeld heel hard door het centrum van Tiel willen gaan rijden. Ja, Jacobs komt natuurlijk uit Tiel, dus die moet erbij zijn. Ja, het is bijna mijn achterbuurman, dus helemaal top dat hij meedoet. Ja, leuk. Geweldig. Ja, absoluut. Geweldig. Wat zijn er nog speciale dingen die we absoluut nu moeten weten? Ja, natuurlijk ook de profronde op zichzelf. We zijn bezig om weer de grootste toppers naar Tiel te halen. We gokken er toch op dat er nog meer publiek kan komen. We hebben verleden jaar natuurlijk al heel veel publiek gehad. Daarnaast zijn we ook bezig om het VIP-dorp, om dat nog wat mooier te maken. En dat je het commerciëler ook beter kunt uitbuiten. Juist, klopt. Ja, uitbuiten vind ik een beetje een verkeerd woord. Maar goed, je moet natuurlijk allerlei uitnutten. Takken. Kijk, we zijn een commercieel bedrijf, zo zien we onszelf. Er moet geld komen om juist, het feestje te betalen, zo simpel is het. Ja. Dus we zijn bezig om dat nog wat mooier neer te zetten. We willen eigenlijk zo creëren dat de sponsoren vanaf volgend jaar, eigenlijk als je daar binnenkomt, dat ze eigenlijk al meteen zeggen van nou doen we ons maar in ieder geval die VIP-kaarten. En dan wat we er voor de rest nog bij doen, daar kunnen we het even over hebben. Super. Dat is de bedoeling. Die organisatie die is aan het groeien, hè, van de profronde die erachter zit. Absoluut. Wat is jouw rol? Ik ga samen met Erik het voorzitterschap op ons nemen. Erik wordt naar de buitenwereld toe, in ieder geval de voorzitter, ik de vicevoorzitter. Maar we willen eigenlijk Wim van Rooijen gaan opvolgen. En die heeft verschrikkelijk veel taken in de organisatie. Dus ja, dat moeten we wel met z'n tweeën gaan doen. Dat, is wel, dat deed Wim dus allemaal in zijn eentje? Allemaal in zijn eentje, ja. Ja. Die rende van hot naar her en die wist van alles, van boven tot onder in de organisatie, wat hij allemaal aan elkaar moest knopen, wat al wel en wat al niet geregeld was. Dus ja, als wij het van volgend jaar moeten gaan overnemen, moeten we toch de organisatie iets anders gaan neerzetten als hoe die nu draait. Nou, mooi dat er een opvolging is, hè?
Ja, op zich wel, natuurlijk. Het is ja. ook een heel mooi evenement. Dus wij vinden dat dat gewoon door moet blijven gaan. Ja, nou, dat, ja. dat zijn we natuurlijk zeker met jullie eens. Want die proefronde, die staat er. En die moet blijven natuurlijk. Absoluut. En we zien het aantal vrijwilligers zien we ook groeien. Ook mensen die in de verschillende commissies taken willen bekleden. Dat zien we groeien. We hebben nu al een aantal commissieleden. Ik denk een kleine 50 inmiddels al. Zo, pittig. Over de verschillende commissies verdeeld. Maar iedere commissie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En we zien dat dat gaat draaien. Ja, en... dat geeft ons als bestuur gewoon lucht om ons bezig te houden met andere dingen. Nou, we gaan jullie daar veel succes bij wensen. En laten we bij deze afspreken. Als er weer nieuws is rondom de profronde, dan komen jullie weer langs. Dat is de eerste die het weet. Heel Absoluut. Graag. Okay. Dank je wel. In deze aflevering van Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Dag mevrouw, mag ik u een vraagje stellen? Ja, waar kunt u nou echt boos over worden? Waar kunt u boos over worden? Waar ik boos over kan worden, dat de mensen hier niet uitkijken. Oh echt? Ja, hup, ze gaan voor je langs. Je moet net zo lang stil blijven staan. Toen hun er allemaal doorgaan, dat is hopeloos. En weet ik wel, het zijn ook mensen die ze ergen dan de mannen en vrouwen wel eens te hard rijden. Maar kijk, ik heb hem hier op 2 staan bijna. Dus je mag op 3 in de stad rijden. Dus dit is echt wandeltempo. Ik erger me wel eens blauw daaraan. Ja, echt waar. Ik begrijp het. Ja. Want dan wil je naar die kant, dan gaan we naar die kant. En ja, het is wel vrij lopen, maar ze moeten toch denken, daar kunnen mensen dan komen. De fietsen komen erdoor, mag helemaal niet. Ja? Klopt. En daar erg ik me wel eens aan. Mevrouw, klein vraagje. Ja. Waar wordt u nou boos van? Van asociaal gedrag. Oké, okay. Dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Waar kunt u zich nou heel erg boos om maken? Boos maken? Ja. Sorry. Poeh, dat is een goede vraag. Onrecht. Onrecht. Ik kan overal tegen, behalve onrecht. Begrijp ik. Ja, ja. Ja, mag, vind ik. Ja, ja, vind ik ook. Ja. Je mag hem gewoon... ja, mag hij zo'n heel erg hoog. Behalve onrecht. Dat is mij zo'n warm heel erg boos kan maken. Dankjewel. Alsjeblieft. Waar kunnen jullie nou echt boos over worden? Waar we over, boos over worden? Doet u van de stad? Wat dan ook. Waar kunt u zich over opwinden? nou weet ik het niet. Ik ben niet zo snel boos. Nee, er moet echt wat aan de hand zijn. Dan op de kleine soms, als ze heel ondeugend is, als ze niet luistert. Dan kan ik wel boos worden, ja. Okay, dankjewel. En de winkels zijn allemaal bijna dicht, dus daar word ik ook een beetje boos om. Ja, dat is jammer, hè? De winkel, ja. Dus, het is niet meer leuk in Tiel, een stad. Dus nog een reden om een beetje boos te zijn. Ja. 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 Dankjewel. Oké, okay, bedankt ook daar. Doei. Mevrouw, mag ik u een vraagje stellen? U ziet er trouwens beeldschoon uit. Even mijn complimentjes. Ik zat vroeger ook in de mode, heel vroeger in het Gooi. Aha. En het hoofd, dat zat op de PC-hoofd in Amsterdam. En dan mocht je als meisje af en toe een jurk dan gaan halen. Wauw. Ja. Dus mode blijft mijn ding. Ik snap het. En ik wilde aan u gaan vragen, kunt u zich wel eens boos maken om iets? Zeker. Vertel. Ja, ik zit hier nou in het bejaardenhuis, de herbergier. En dat is af en toe moeilijk. En dan ga ik... mensen die dementeren, die pakken dan dingen van je weg zo. En toen kreeg ik op mijn kop. Toen zei ik, oké, ik keek boven wel. Ja. En dan zet u een mooi hoedje op, doet u mooie kleren aan en gaat u lekker naar buiten. Zo is dat. Lekker gebakje eten, goede koffie, tijdschriftje halen. Goed zo. Hartstikke mooi. Ik ben bijna 80. Wauw. Dus. Nou, mijn complimenten. Maar je moet er veel voor doen om dan toch door te gaan. Het heeft de moeite waard hoor. Ja, ik zie het. Ik ga ook heel graag naar de tweedehands boekwinkel. Alles ophalen wat ik heb vergeten mee te nemen en weer nieuwe dingen. En dat houdt je levendig, hè? Ja. Ja, nou, ik heb respect voor u. Dank je. Okay. Ik wens u een hele fijne dag. Prachtig uit, ja. Tot ziens. Waar ik boos van word, dat de gemeente niet doet wat ze zeggen. En waar gaat het dan over? Nou, dat gaat gewoon over plannen die ingediend worden, die aangenomen worden en uiteindelijk niet uitgevoerd worden. En daar kunt u zich enorm over opwinden? Daar kan ik mij behoorlijk over opwinden. Ja. Mevrouw. Hallo. Hallo. Een klein vraagje. En dat is? Waar kan u nou echt boos van worden? Als mensen irritant kunnen zijn.
Klopt. Dank u wel. Alsjeblieft. Waar kunt u nou echt boos over worden? Waar kan ik boos over worden? Nou, ik heb daar geen zin in om boos op te worden, nee. Geen zin in, u bent eigenlijk een heel vrolijk persoon. In basis wel, ja. En u wint zich nooit zo echt op? Jawel, ik zal me best wel eens opwinden, maar dat zijn diverse zaken. Zaken waarvan ik zeg, die zijn des levens. Ja, dan wordt u een beetje boos. Nou, dan word je soms wel een beetje boos natuurlijk, jawel. Ja, met het zonnetje is het ook lastig boos worden, hè? Ja, inderdaad. Ziet alles er toch wat vrolijker uit, of niet? Zo werkt het ook. Mm-hmm. Dank u wel. In Tiel aan tafel nu tijd voor de volgende gast. En dat is Roemer Daalderop van Tiel Maritiem. Vorig jaar gestart met dat evenement. Klopt. En dat krijgt een vervolg. Dat krijgt zeker een vervolg. Wij zijn vorig jaar inderdaad wat voorzichtig gestart. Ook wat last minute in de voorbereiding. En dit jaar hebben we eigenlijk het goede van het eerste jaar behouden. En hebben we alles met wat meer voorbereiding steviger kunnen neerzetten. Jullie barsten van de ambitie, hè? Ja, wij barsten inderdaad van de ambitie. Want vorig jaar, ik kan me nog herinneren dat jullie bij ons aan tafel zaten. En toen had je zo'n statement over... jaar, ja, precies. Willen we dit? Hoe zit het in elkaar en hoe zijn de plannen nu? Afgelopen weekend ben ik naar de Hiswa geweest in Amsterdam, in de Rai. Ja. En toen dacht ik, ja, wat ik hier allemaal zie lopen en zoveel mensen als dat ik hier zie lopen... en deze diversiteit van aanbod, dat wil ik ook in Tiel hebben. Dat is redelijk ambitieus. Ja, maar ik vond ook, we zijn ook anders dan de Hiswa straks. Want wat ik bij de Hiswa zo miste, was letterlijk het water... De beleving. Je kon alle boten bekijken en je ging erop, maar ze bewogen niet. Je voelde niet wat er nou echt gebeurde. En dat is precies de kracht waar wij met Tiel Maritiem mee gaan werken. We willen iedereen de kans geven om echt op het water de boot, het schip, een bootje, een plank, maar ook de Waal te beleven. Ja. Eerste en tweede Pinksterdag gaat het gebeuren. Ja, en volgens mij gaat daar ook een hele bijzondere boot naartoe komen. En volgens mij hebben we daar ook een filmpje van. Dat klopt. Dan gaan we even naar kijken. Pakjesboot 12, Roemer, leg uit. Dat is hem, hè? Ja, pakjesboot 12, zo heet hij natuurlijk in de winter, want dan wordt hij gebruikt door Sinterklaas, hè, de officiële boot voor de intocht van Sinterklaas. En in de zomer, van oudsher heet het schip de Hydrograaf. Dat is een schip wat vroeger door de koningin Wilhelmina zelfs nog werd gebruikt. Wauw! En wat van origine een stoomschip is. Je hebt die boot dus uit Spanje gehaald en naar Tiel laten komen in de zomer, dat is knap. Het was flink onderhandelen, maar het is ons gelukt. Nou, we zijn er echt trots op. Want, heb je er nog veel centjes op tafel moeten leggen bij die andere? Ja, weet je, dat is een beetje geven en nemen. We zijn een startend evenement. De branche in deze heeft het ook moeilijk. Dus in die zin hebben we elkaar denk ik goed gevonden. En we willen ook met dit schip de toekomst in. Dus ook op de langere termijn willen we met de Hydrograaf als partyschip, als horeca, paviljoen, dit evenement slimme zet. Ja, zo komt hij daar ook te liggen? Hij komt daar te liggen. Dit is dus niet het schip waarmee we kunnen varen. Maar dit is wel het schip waar je heerlijk koffie kan drinken. Een goede borrel, een goede kroket. En natuurlijk een traditionele schippersmaaltijd. Want dat willen we dit jaar ook. Als de dag zo'n beetje ten einde is, dan kan iedereen blijven hangen. Wat is dat, een schippersmaaltijd? Een bord zuurkool? Een schippersmaaltijd, dat is een traditioneel... Ja, van oudsher was dat kapucijnders en gerookt spek en dergelijke. Ja. Maar zij maken gewoon een lekkere maaltijd voor een tientje per persoon. Dus daarmee ook voor de bezoekers, voor standhouders, voor schippers... maar ook voor het Tielse publiek wat gewoon lekker aan het winkelen is geweest... en denkt, ik ga in de namiddag nog even lekker naar Tiel Maritiem. Ben je van harte welkom. Om dan daar ook lekker te borrelen en je maaltijd in het... Leuk idee. Ja, wat komt daar nou nog meer dan die prachtige pakjes? Ja, nou, wat er nog meer komt... Wij hebben eigenlijk bedacht voor jong en oud. Dus we beginnen eigenlijk heel klein. Met op de kade bijvoorbeeld een bazin met radiografische bootjes voor dus kleine kinderen. Kun je de boot besturen? Hoe klein ze ook zijn, proeven aan bootjes varen.
zonder dat ze er zelf in donderen of dat het gevaarlijk is. Ja, dat is best wel veilig zo, ja. Maar ben je wat ouder, dan stap je zelf in een optimist, in een jeugdboot. En dan mag je onder leiding van een ervaren instructeur in de haven van Tiel zeilen. Ook best een leuk initiatief. Wil je gewoon met paps en mams zelf zeilen en dan kan dat in een nog grotere polyester valk. Maar wil je bijvoorbeeld echt de Waal op, dan ga je voor de Waalschokker, Neeltje Jantje. En als je echt terug in de tijd wil, en daar zijn we ook heel blij mee, dan ga je naar Jan de Sterke. Wie is Jan de Sterke? Jan de Sterke, dat is een stoomsleepboot. Wat is Jan de Sterke, moet ik dan vragen? Ja. Weet je nog dat er vroeger op het station een stoomtrein aankwam? Ja. Dan hoorde je dat geluid al van afstand en dan kwam iedereen daar naartoe. Ja. Nou, dat effect gaat dus ook gebeuren met Tiel Maritiem. Je ruikt hem al van afstand, je hoort hem van afstand. En het is dus een originele stoomsleper uit 1913 die nog op kolen loopt. Gaaf. En die ook als stichting functioneert om dat varend monument in ere te houden. Ja, ik wil zeggen, dat is gewoon een monument inderdaad. En dat is echt een oldtimer eerste klas. En daar kunnen we dus ook mee gaan varen. Nou, allemaal leuke dingen wat te maken heeft met water. Maar vorig jaar had je nog zo'n halve droom. Dat was die wedstrijd, hè? Die vaarwedstrijd. Ja. Kijk, van origine zeilwedstrijd, geloof ik. Komt Tiel Maritiem voort uit die traditionele zeilwedstrijd. Hoe staat het ermee? We beginnen ermee met zeilen in de haven. Heel dan goed. Kunnen ze bij de verkeerstoren vast wennen aan dat er gezeild wordt weer. Precies. Op de Waal. Kleine stapjes. Ik denk met die boot af en toe kunnen we best wel eventjes een klein beetje zo naar tussen die twee kribben een beetje de Waal op. En uiteindelijk willen we natuurlijk wel weer naar een regatta. Waarbij of de finish in Tiel is of de start in Tiel. Dat is natuurlijk weer afhankelijk van welke omliggende steden kunnen we hiervoor gaan benaderen. Druten zou prima zijn om daar te starten. Stroomafwaarts, finishen in Tiel. Ja. Kortom, ideeën genoeg. En de stijgers van het evenement die staan gewoon als een huis. Ja, en er is nog één schip wat ik ook nog graag wil noemen. Vertel. Welk is dat? Dat is een Sea Line F37. Wat is dat? Als je daarop zit, en daar kun je dus maar met 4 personen op. Maar dan waan je je in Saint-Tropez. Oh, hele luxe. Ja, dan zit je op leer, dan zit je aan de champagne, dan heb je wat caviar om je heen. Ah. Dan vaar je als een echte filmster, je voel je even de jet set. En hoe heb je die boot natuurlijk gekregen? Nou, dat is wel leuk. Dat is gewoon een lid van de watersportvereniging. Die heeft gezegd... Die heeft zo'n boot? Ja, die heeft zo'n boot. Er liggen er meerdere. En dat is ook het leuke van de Waal en van de haven van Tiel. Volgens mij zien we niet genoeg wat er allemaal ligt. Want er liggen hele mooie schepen en er ligt een hele mooie rivier. En daar maken we denk ik veel te weinig gebruik van. En mag iedereen nou even terugkomen? Mag iedereen daarop varen of mee meegaan? Nou, sommige dingen hebben we gratis. Vooral voor de jeugd hebben we alle dingen gratis gemaakt. Zodat we de drempel willen verlagen. Maar zo'n schip, daar betaal je inderdaad de prijs voor. €45 per persoon. Ja. Maar dan kun je een uur lang even jezelf wanen alsof je in Saint-Tropez of... een filmster, een champagne, glaasjes al. Ja, leuk. Dus daarmee willen we dit jaar het evenement zeker sterker in de stijger zetten. Op naar de toekomst. Nou, als je de puntjes op de i hebt staan rondom het evenement van dit jaar. Hè, begin mei zullen we dan afspreken dat je nog een keer langs komt. Heel graag. Heel graag. Gaan we dat bij deze afspreken. Dankjewel. En dan is het nu tijd voor het bloemetje van de week. We staan hier voor het politiebureau in Tiel voor ons bloemetje van de week. Dit bloemetje is eigenlijk aangevraagd voor het hele korps. Maar dat is praktisch gezien natuurlijk best wel lastig. We gaan hem eigenlijk symbolisch overhandigen aan Robert Doornbos, een van de teamleiders hier. De brief die we hebben gekregen hiervoor met de aanvraag is van iemand afkomstig die anoniem wenst te blijven. Maar die is vol lof over dit korps. Ontzettend goed opgevangen, begeleid en vindt dat ze dit bloemetje waard is. En dat gaan wij nu geven. Wij zijn van Tiel aan tafel, het bloemetje van de week. En dat wordt eigenlijk overhandigd aan het hele korps hier in Tiel. Omdat we hele positieve reacties allemaal horen van de mensen. En symbolisch voor het hele team ga ik nu dat nu overhandigen. Wat fijn. Ja. Wat fijn. En ik zie dit als een waardering van de burger van Tiel voor onze medewerkers. Dus bij deze ontzettend bedankt. En ik heb begrepen dat het team ook allemaal uitgebreid gaat worden, dat het allemaal nog beter gaat worden. Nou, we zijn natuurlijk onderdeel van de reorganisatie en sinds vorig jaar zijn we al één team geworden.
Team Tiel Neder-Betuwe is opgegaan in het team De Waarden. Dus dat betekent dat we nu één groot team zijn van 235 FTE samen met Geldermalsen, Culemborg, Zaltbommel. Enorm gebied. Een enorm groot gebied, ja. Maar goed, goed bezig. Dankjewel. Ja. En ja, vooral zo doorgaan. Veel succes met alles. Ik ben blij verrast. Dankjewel. Het was een sportieve aflevering, deze aflevering van Tiel aan tafel. We hadden mensen van de profronde en van Tiel Maritiem. Ja, absoluut. Twee hele mooie evenementen die in Tiel plaats gaan vinden. We zijn er helemaal op de hoogte. Daarnaast hebben we natuurlijk gekeken naar de straatpraat en naar het bloemetje van de week. En als mensen een bloemetje willen aanvragen, Sari, hoe gaat dat in zijn werk? Dat kunnen ze op drie manieren doen. Ze kunnen een mailtje sturen naar info@stadstvtiel.nl of ze kijken op de Stadstv-app of ze stappen bij Machiel Becker in die prachtige een nieuwe winkel. Even naar binnen, dan kunnen ze het zelf regelen. Zo simpel is dat. Nou, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Graag tot dan.